Een agent die iemand neerschiet, het komt niet vaak voor. Maar elke keer dat het gebeurt, is het voor alle betrokkenen traumatisch. Dag dames en heren, goedenavond. Dit is Gelderland Vandaag. Kalmerende woorden en zelfs pepperspray hadden gisteravond in Apeldoorn geen effect. En daarom zag een politieagent er waarschijnlijk geen andere mogelijkheid dan twee keer op een agressieve, verwarde man te schieten. Ik sta nog steeds redelijk te trillen van de adrenaline en de schrik. Dus ik ben er op zich ook best wel misselijk van. Ik bedoel, het is niet niks natuurlijk. Dus. Een nieuwe manier van maaien op onze dijken gaat ten koste van de bloemenpracht en dus van het ecosysteem. Dat zegt de Gelderse Natuur- en Milieufederatie. Het was een buitenkansje voor voetballiefhebbers gisteravond. Vitesse had topclub Chelsea op bezoek en dat betekende voor de fans sterren kijken. Chelsea! Twee keer moest een politieagent in Apeldoorn volgens buurtbewoners schieten om een verwarde man onder controle te krijgen. Gisteravond zorgde de man voor opschudding in de buurt en hij viel een buurtbewoner aan. De Pieter Sangerdanstraat in Apeldoorn vanmorgen. De brandweer spuit de laatste resten weg van de schietpartij die er gisteravond plaatsvond. Het is een uur of negen als een verwarde man door de straat loopt. Ik heb een verwarde man gezien die rare geluiden maken, van die oergeluiden. En ik met kinderen praten, rare taal uitbreken. Echt van die oergeluiden maken. De politie wordt gewaarschuwd en die verschijnt in een wagen met daarin één agent. Zij probeert de man tot rust te manen. Als dat niet lukt, gebruikt ze pepperspray. Daarna gaat het snel. Vervolgens sprong de man toch op en rende hij op de agent af, waarna de agent... agenten geen noodzaak had dan het vuurwapen te trekken en een schot te lossen. Waarbij het eerste schot terecht kwam in de schouder van de man. Vervolgens de man rent gewoon door. En de agent besluit dus een tweede keer te schieten. Waardoor de man wel vrij fors geraakt wordt en dus direct op straat valt. Na de precieze toedracht van de gebeurtenissen doet de Rijksrecherche nu onderzoek. Na het incident van gisteren is de politie en de Rijksrecherche een onderzoek gestart. Daarin is het zo dat wij om de objectiviteit geen uitgebreide informatie aan de media geven. Wat ik wel kan vermelden is dat het slachtoffer in het ziekenhuis verblijft en dat de Rijksrecherche het verder onderzoek uitvoert. Al met al hebben de gebeurtenissen grote indruk gemaakt op de buurtbewoners. Ik sta nog steeds redelijk te trillen van de adrenaline en de schrik. Dus ik ben er op zich ook best wel misselijk van. Ik bedoel, het is niet niks natuurlijk. De stiptheidsacties hebben nog niet gewerkt. En dus beraden de werknemers van General Electric in Rhede zich op nieuwe stappen. De leiding van General Electric wil de werkzaamheden verplaatsen naar Italië. 142 banen, daar wil je wel actie voor voeren en dus zetten de actievoerders door. Maar na meerdere keren het werk stilleggen en een protestmars moet er iets nieuws worden verzonnen. En volgens mij zijn ze het noorden een beetje kwijt en weten ze niet zo heel goed wat ze op dit moment aan het doen zijn. De sfeer is vrij gespannen. Het is een turbulente week. We zijn allemaal bezig om de directie toch wakker te schudden. Dat de werk wat wij hier doen, dat we dat hier graag willen houden. Het ziet er naar uit dat wij volgende week ook nog acties voeren. En dat wordt nu besproken, welke acties er volgende week nog zijn. En wij gaan door tot het moment dat er op onze ultimatum ingegaan wordt. De werknemers en vakbond willen dat het werk in Rhede blijft en dat zonder gedwongen ontslagen. Ondanks dat de acties tot nog toe niet hebben geholpen, blijft er hoop. Als je mooi werk hebt en je hebt plezier in je werk en in je toekomst ziet er goed uit, dan ga je daar toch voor vechten. En daar vechten wij voor. De dementerende bewoners van Villa Saasveld in Velp zijn nog niet thuis en zitten voorlopig nog in verpleeghuis Heijendaal. Na de zware regenval van afgelopen maandag moesten de 9 jong dementerenden het huis verlaten toen het water de villa inliep. Het is nog niet gelukt om de villa vocht vrij te krijgen en het schoonmaakwerk zal naar verwachting nog een paar dagen duren. De bewoners zelf zijn er volgens een woordvoerder niet rouwig om, want zij worden namelijk erg hartelijk ontvangen in verpleeghuis Heijendaal in Arnhem. De Gelderse Natuur- en Milieufederatie heeft inmiddels meer dan 1000 handtekeningen ingezameld voor een actie Red de Bonte Dijken. Het waterschap wil tonnen bezuinigen op het onderhoud van dijken. En de Gelderse Natuurorganisatie is bang dat dit ten koste gaat van de bloemenpracht langs de Gelderse rivieren. In plaats van uitgekiend maaien zou alles kaalgevreten gaan worden door schapen.
Dat is de wilde ziegorij. De honingbijen zijn er dol op. Dat is de veldlatyrus en dat was vroeger eigenlijk een heel algemene plant. En ook die moet het nu weer echt van de rivierdijken hebben. Bont kroonkruid en hier bij mijn vingers ook nog een lantaarntje en een waterjuffertje. Dit is zo'n plek waar mensen een selfie kunnen maken met zo'n bonte dijk op de achtergrond. Ja, dat is onze actie Red de Bonte Dijken. U bent bang dat de maaimachine plaats gaat maken voor schapen? Ja. Die schapen die vreten de boel kaal? Ja. Dus we zijn nu bezig om te kijken of we dus het beheer van de dijk of dat goedkoper kan met het behoud van het beleid wat we nu hebben. Er zal misschien 10 tot 20% zal door de schapen straks beheerd gaan worden en 80% wordt gewoon gemaaid zoals het nu is. Het is belangrijk voor de natuur, leuk voor recreanten om naar te kijken, ook voor de veiligheid. Ja. Bloemen die ons beschermen tegen het wassende water? Ja, komt wel op neer. Er is echt veel onderzoek naar gedaan en dan blijkt dat dit soort mengsels van planten die op zo'n dijk kunnen groeien, dat die ook extra stevigheid geven. De Gelderse Milieufederatie vind ik sterk overdreven. Ze maken zich druk om niks. Ja, feitelijk wel. En die conditie moet gewoon goed blijven. Dus het is bij natuur, het is prima, maar veiligheid staat boven alles. De heggenwikken in bloei. Oh, een mooie brunel. Kruisdistel. Ah, hier vliegt een blinde bij, dat is een soort zweefvlieg. In september is het 70 jaar geleden dat operatie Market Garden begon. In Gelderland en Brabant staat er van alles op stapel om dat met veteranen te herdenken en te vieren. De jacht op de edelhert op de Veluwe wordt zaterdag geopend. Jagers in Gelderland krijgen dan opdracht tot het afschieten van in totaal 1400 edelherten. Volgens Faunabeheer Gelderland moet dit gebeuren omdat edelherten geen natuurlijke vijanden hebben. En ook is er landbouwschade en grote kans op aanrijdingen bij te veel edelherten. Op dit moment lopen 3200 edelherten rond op de Veluwe. En volgens Faunabeheer Gelderland is een aantal van iets minder dan 2000 edelherten ideaal. 45 jaar konden bewoners van de Dries in Maurik hun straatje gewoon in- en uitrijden. Maar dat is sinds enkele dagen niet meer mogelijk. Een paaltje belet elke auto de doortocht. En dat zorgt voor veel commotie. Deze paal is het gesprek van de dag in Maurik. Bewoners van de Dries kunnen hun straat niet langer in of uit met de auto. Ik woon hier al 30 jaar en we zijn hier altijd doorheen gegaan. Zonder pardon of stoot, maar dit gaat niet hoor. De paal is geplaatst na een rechtelijke uitspraak waarin werd bevestigd dat de Dries officieel een eigen weg is van de eigenaars van deze kookschool. De gemeente zegt er niks aan te kunnen doen omdat ze geen eigenaar is van de grond. Wel wordt nagedacht over een alternatieve uitgang bij de Rijnbandijk. In Maurik wordt vreemd aangekeken tegen de nieuwe paal. Maar nu komen er gewoon nieuwe mensen en die denken allemaal de dingen toe te eigenen van ik wil het zus en ik wil het zo hebben. En dat is wel jammer voor de mensen die daar wonen. De bewoners vertrouwen erop dat hun advocaat het probleem snel oplost. Of wellicht gaat er iemand voor eigen rechter spelen. Ik denk dat de paal een keer weg is. Meer dan 200 Gelderlanders bereiden zich deze week voor op het programma Zomer in Gelderland. Maandag gaat deze serie van Omroep Gelderland weer van start. In Keijenborg, in de gemeente Bronckhorst, zijn de deelnemers al hard aan het werk. Naast Keijenborg doen nog 19 plaatsen mee in de strijd om de mooiste plaats van Gelderland. Vorig jaar won Putten die eretitel. Ook kunnen deelnemers 1000 euro winnen voor een lokaal goed doel. En om te winnen moeten ze onder meer iets uit de geschiedenis van hun dorp of stad uitbeelden. Op onze site zomer.gld.nl staat een overzicht van alle plaatsen die meedoen. Wereldsterren als DJ Drogba, Diego Costa en Cesc Fabregas. Die waren gisteren heel even van dichtbij te bewonderen. De voetballers van de Engelse topclub Chelsea speelden in Gelredome een oefenduel tegen Vitesse. Veel fans waren naar Arnhem gekomen om een glimp op te vangen van de sterspelers. Honderden voetbalfans wachten gisteren de spelersbus van Chelsea op. Chelsea! Nederlandse Chelsea-fans uit heel het land zijn naar Arnhem gekomen. Ja, vlakbij natuurlijk. We hoeven nu niet die overzeese trip te maken. En er zijn ook fans uit het buitenland. België. En nu in Arnhem omdat ze zo dichtbij zijn? Inderdaad, ja. De jeugd probeert een foto te maken van de sterren die bijna binnen handbereik zijn. En Vitesse-trainer Peter Bos babbelt wat met topcoach José Mourinho.
Vitesse verliest uiteindelijk met 3-1, maar hoeft zich volgens Mourinho geen enkele zorgen te maken. Adapted to the qualities of the Dutch league, I think they will be fine. Ede, Renkum, Arnhem en Overbetuwe, de vier airborne gemeenten, zijn al volop bezig met de 70ste herdenking van operatie Market Garden in september. Met meer dan 60 activiteiten wordt het begin van de bevrijding herdacht en gevierd. Hoogtepunt is een groot eerbetoon aan veteranen op 21 september in Oosterbeek. Vandaag ontvouwde de stichting Airborne Feelings haar plannen. Een Airborne special met de titel Thank You Mr. Veteran en een gloednieuwe uitvouwbare informatiekaart met de hotspots van Market Garden. Dat is wat de stichting Airborne Feelings vandaag presenteerde. En er staat ook allerlei informatie over de Liberation Route, waar de luisterplekken, zoals wij dat noemen, staan. En zodat mensen ook de historie ter plekke nog kunnen horen via hun telefoon. In september is het 70 jaar geleden dat operatie Market Garden begon. Luchtlandingen en een grondoffensief met als doel de brug over de Nederlandse rivieren in te nemen. Nijmegen en grote delen van Brabant werden bevrijd, maar op de brug in Arnhem ging het mis, waardoor de bevrijding van de rest van het land tot mei 1945 op zich liet wachten. Vieren en herdenken. Volgens Paul Tirion is het belangrijker dan ooit. We zeggen wel eens, de oorlog hoort in een museum thuis. En dat zouden we het liefst willen. Maar elke dag zien we nieuwe brandhaarden ontstaan. En dat moet ons goed van doordrongen zijn om te kijken hoe we daarop moeten reageren. Naast de Airborne gemeente wordt er ook op andere plaatsen in Gelderland en Brabant grootser dan ooit aandacht besteed aan de deels mislukte bevrijding van Nederland in 1944. Zo rijden bijna 400 militaire voertuigen in 2 dagen tijd de bevrijdingsroute van 70 jaar geleden. Dat wordt een heel groot gebeuren. Je moet 400 voertuigen zie je dus voorbij rijden. Dat is een kolonne van 10 kilometer. En bijna 2 uur zullen er allerlei lege groene voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog voorbij komen. Denkt u aan jeeps, dodges, maar ook vrachtwagens en zelfs 3 tanks. De tocht gaat op zaterdag 20 september van Veghel via Alverna en Groesbeek naar Nijmegen, waar die eindigt. Nijmegen is het slotstuk, dat wordt de finale. Dan gaan de amfibievoertuigen uit de Tweede Wereldoorlog, dus de Ducks en de GPA's, dat zijn de varende jeeps, gaan over de Waal varen. Dan komen ze aan onder de Waalbrug door en je ziet ze verdwijnen onder de spoorbrug, de oversteek. En dat is een spektakel waar je normaal alleen maar in Normandië ziet. Het is echt fantastisch. Naast het enorme konvooi zullen er ook de hele week kleinere Britse konvooi's rijden. Zijn er overal paradroppings met als slotstuk de dropping van honderden parachutisten op de Ginkelse Hei in Ede. En dan krijgt u van ons nog het weer. In Wageningen staat Britta van Gent. De dag begon vandaag al prachtig met een hele mooie zonsopkomst. Een beetje nevel hier en daar op de velden. Lokaal ook een enkele mistbank. Maar dat loste allemaal vrij snel op en toen kwam de zon er goed bij. Dat hadden we te danken aan een hoge drukzone die vanaf de Atlantische Oceaan tot over onze omgeving lag. Storingen die trokken dus allemaal ten noorden van ons langs. Dus daar hadden wij weinig mee van doen. Prachtig weer dus. In de loop van de dag wel een paar stapelwolken. Nou, die lossen vanavond vrij snel weer op. En dan hebben we nog een tijd lang ruimte voor de avondzon. Ook vannacht uiteindelijk vrij heldere condities, bij heel weinig wind. Later vannacht wel weer misschien wat nevel en wat mistvorming. En dat dan bij temperaturen zo rond 15 graden vannacht. Nou, morgenochtend beginnen we plaatselijk dus weer met wat nevel en mist. Dat lost echter vrij snel op met het opkomen van de zon. Vervolgens ontstaan er in de loop van de dag weer een paar stapelwolken. Nou, laat een enkeling daarvan net uitgroeien tot een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het gewoon droog. Flink wat zon dus, daarbij ook hoge temperaturen, zomerse waarden. Veelal zo'n 25 graden in de provincie. En dat dan bij wederom heel weinig wind vanuit nog steeds zuidelijke richtingen. En ook zaterdag begint dan weer prachtig. Een zonnige start van de dag, maar in de loop van de dag vanuit het zuidwesten wel weer een aantal stevige regen- en onweersbuien. Daarbij hoge temperaturen, zo rond 28 graden. En aan de achterzijde van die regenbuien stroomt dan de iets minder warme lucht binnen. En dan komen we uit op een aangename 24 à 25 graden. En daarbij een mooie afwisseling van zonneschijn en wat stapelwolken. En het blijft droog. En dit was Gelderland vandaag. En daarin hadden we onder meer een schietpartij in Apeldoorn. Een agent heeft daar een verwarde, agressieve man neergeschoten. En die raakte daarbij ernstig gewond. En bij het maaien van dijken moet blijvend rekening gehouden worden met planten en dieren. Die oproep doet de Gelderse Natuur- en Milieufederatie. Ik wens u nog een fijne avond.